Welkom vanuit de grote zaal van het Amsterdamse Concertgebouw. Het is weer eens zo goed als uitverkocht. Wat wil je ook? Wat staat er op het programma? De grote mis in B kleine tert, de Hohe Messe van Johann Sebastian Bach. Op het podium in het Concertgebouw de leden van het ensemble Musica Amphion. En het is een soort jubileumjaar voor het koor, het vocaal ensemble Musa. Zij vieren hun 10-jarig jubileum met uitvoeringen van de Hohe Messe van Johann Sebastian Bach. Musa, opgericht in 2005 door Peter Dijkstra. Die zal vanavond de mis van Bach gaan dirigeren. En de vocale solisten, dat zijn sopraan Johannette Zomer en Helene Koele, sopranen. Rosanne van Sandwijk, mezzosopraan. Jeroen de Vaal, tenor en Hugo Oliveira. Bas bariton.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
De combinatie Musica Amphion, het instrumentale ensemble en het koor, het vocaal ensemble Musa. Dirigent Peter Dijkstra en de Hohe Messe, de mis in Beek en de tekst van Johann Sebastian Bach, is een combi die grossiert in kippenvelmomenten. Vanavond in de grote zaal van het Amsterdamse Concertgebouw. Het Kyrie en het Gloria hoorden we uit de Hohe Messe van Bach. Het is pauze hier in Amsterdam. Verwachtingsvol te kijken naar het publiek en te wachten tot het applaus klinkt voor de vocale solisten Hugo Oliveira, bas, Jeroen de Vaal, tenor, Rosanne van Sandwijk, mezzo-sopraan, Helene Koele en Johanne de Zomer, sopranen. En helemaal achteraan die reus, die vanavond een muzikale reus is. Peter Dijkstra, maar ook fysiek een zeer lange man. De meest succesvolle koordirigent van Nederland. Leider van het koor van de Bayerische Rundfunk en chef-dirigent van het Zweedse radiokoor. Dat zijn topkoren. Peter Dijkstra buigt naar het publiek. En wij maken ons op voor het credo, het Sanctus en het Agnus Dei uit de Hohe Messe van Johann Sebastian Bach. Oh.
Apostolica,
Thank you.
En zo was u getuige van een uitvoering van de mis in B. Kleine Terts. De Hohe Messe van Johann Sebastian Bach in het Concertgebouw in Amsterdam. In de grote zaal speelden de leden van het instrumentaal ensemble Musica Amphion. Met aan het kistorgel en het klavercimbel Pieter-Jan Belder. Hoorde u het vocaal ensemble Musa. En de vocale solisten Johannette Zomer en Helene Koele, sopraan. Mezzosopraan Rosanne van Sandwijk. Tenor Jeroen de Vaal en bas-bariton Hugo Oliveira. En dat alles onder aanvoering van Peter Dijkstra. Een jubileumconcert waarmee het ensemble Musa, het koor dus, het 10-jarig bestaan. Tot een spetterend hoogtepunt heeft gebracht. Alhoewel, spetterend is niet een goede term voor de muziek van Johann Sebastian Bach. Al is die heel uitbundig af en toe geweest in sommige delen van de Hohe Messe. Een wat groter koor dan we misschien tegenwoordig gewend zijn in de uitvoeringen. Ruim 40 leden. Het publiek in de zo goed als uitverkochte grote zaal klapt voor de vocale solisten die met z'n vijven een buiging maken op een rijtje vooraan het podium. En bloemen overhandigd krijgen van de zaalwachters van het Concertgebouw. Wat hebben we genoten van deze uitvoering van de Hohe Messe van Bach? Rosanne van Sandwijk in het verstilde Agnus Dei. De aria vlak voor het grootste slotkoor, Dona Nobis Pacem. Zongen de leden van Musa die nu als één man omhoog rezen. Op teken van dirigent Peter Dijkstra die het ensemble 10 jaar geleden oprichtte. Nu ook de individuele spelers, de trompetten, de natuurtrompetten van Musica Amphion. De houtblazers, de hobo's, de traverso. Alles op authentieke instrumenten, oude instrumenten of kopieën daarvan. De fagot. De strijkers, concertmeester Rémy Boudet van het orkest van de 18e eeuw. Ik krijg nu een hand en een omhelzing ook van Peter Dijkstra. Die het werk fantastisch goed gedoseerd heeft. Want het lijkt het ene grootse uitbundige koor na het andere te worden. Zeker in de tweede helft. We hoorden na de pauze het Credo, het Sanctus en het Agnus Dei. Maar die toch de opbouw is te bewaren en de climax op de juiste momenten niet komen. De solisten, de vocale solisten komen de trap alweer op. En knikken zelfs uw presentator van vanavond even vriendelijk toe. De koorleden zitten. Daar komen de vocale solisten weer terug. Een concert in de serie Robeco Summer Nights en rechtstreeks bij u thuis. Het zomeravondconcert op NPO Radio 4, verzorgd door Omroep Max. Het zijn heerlijke momenten die we kunnen meemaken. Zeker als je niet in de gelegenheid bent om hier te komen. Maar wel liefhebber bent van deze muziek. Een eenmalig moment is het. Je kunt het niet meer herhalen, alhoewel dat kan eigenlijk wel. Nog wat eventjes op de website van Radio 4. Radio4.nl/zomeravondconcert. Daar kunt u dit concert nog terug horen. Een paar weken geloof ik. En dan verdwijnt het in cyberspace. Ja, naast mij dan nu inderdaad Regine Reinke en
En Niek van der Meulen, welkom in de uitzending. Neem dat water met volle teugen naar binnen, want dat heb je, daar ben je aan toe, kan ik me voorstellen. Ja, naar dit enerverende koorwerk. Een heel, heel lastig koorwerk volgens mij om te zingen voor koorleden, met al die korte nootjes en die snelle fuga's. Ja, zeker. Grote complexiteit, grote veelzijdigheid in het stuk ook. En wat eigenlijk, en daar verkijk in ieder geval ik me iedere keer weer op, het stuk juist zo lastig maakt, is de afwisseling tussen al die virtuositeit. En juist ook een heel aantal geniepige, langzame, zachte delen. En daar moet je eigenlijk minstens zo hard op studeren als op al die coloraturen die, ja, als je maar hard genoeg werkt, op een gegeven moment al op zijn plek vallen. Regine, 10 jaar geleden is Musa opgericht. Vanuit welke behoefte? Waarom zijn jullie begonnen, zeg maar? Peter Dijkstra had een hele sterke behoefte om, hoewel zijn ster internationaal ook toen ook een reizende was, hij begon toen bij de Bayerische Rundfunk, veel ook in Nederland met amateurs te blijven werken. En toen heeft hij met een aantal mensen die hij kende uit de Nederlandse korenwereld, met wie hij in verschillende koren had samengewerkt, het idee opgevat om Musa op te richten. En nu zijn we 10 jaar verder. En ik zat net ook te denken, zijn doel was eigenlijk voor zichzelf veel met amateurs blijven werken. En ook een beetje een proeftuin te hebben voor repertoire wat hij graag zou willen uitvoeren. En voor de zangers was eigenlijk het doel in der tijd geformuleerd als dat we het glazen plafond voor de amateurzanger wilden doorbreken. En als je dat glazen plafond dan definieert als mensen kansen bieden om ook in andere ensembles te ontdekken waar ze opnieuw toegevoegde waarde hebben. En ook waar ze ook nog wel heel veel bij kunnen leren door gewoon ontzettend hard te werken en zich in te zetten. Dan denk ik dat je kunt stellen dat we dat doel wel bereikt hebben. Zeker. Een geweldige uitvoering tot nu toe van de Hohe Messe van Johann Sebastian Bach. En dan hebben we het credo met het crucifixus nog niet gehoord. En straks het heerlijke Dona Nobis. En nog een hartverscheurend Agnus Dei, hoop ik. Dat zal dan Rosanne van Zandwijk voor haar rekening gaan nemen. Het glazen plafond van de amateurzangers. Amateurzanger, hebben jullie ook nog les dan allemaal als koorleden? Zangles, individueel? Niet allemaal, nee. Want hoe is dat? Niek van der Meulen, je bent koorcommissaris. Ja. Hoe breng je dat glazen plafond of hoe ga je daar doorheen eigenlijk? Wat we natuurlijk doen met Musa is op zoek naar de beste amateurzangers van Nederland. En met de club die er vanavond staat is dat denk ik heel goed gelukt. Maar een heleboel van deze mensen zingen ook op allerlei andere koren en gelegenheden. Dus het zijn echt de ervaren amateurs en nu al meer dan 10 jaar toch in een soort, het is geen vaste bezetting, maar er zijn een aantal mensen, onder andere Regine, die al heel lang bij Musa zingen en dat versterkt de kwaliteit en dat brengt het koor elk project hoger. Wie gaat daarover? Want is daar een commissie of is het Peter Dijkstra zelf die gewoon bepaalt of je wel of niet mee mag zingen? Uiteindelijk is het Peter Dijkstra die bepaalt wie er meedoet en wie er niet meedoet. En dan moet je maar afhalen, komt er ineens weer een nieuw koorlid. Hoe gaat dat? Hoe is het sociaal? Is het gewoon hard repeteren en dan een kopje koffie? Nee. Het is zeker hard repeteren, maar er is ook heel veel gezelligheid en heel veel blijdschap als je elkaar op de eerste repetitie weer ziet. Want er zit soms wel een paar maanden tussen een project. En dan de eerste repetitie is het echt weer, je vrienden zijn er weer. Jullie hebben een WhatsApp-groep, Musa. Ja. Er zijn wel WhatsApp-groepen binnen Musa. Er zijn kleine secties hier en daar. Ja, er is een dames WhatsApp-groep die altijd nog even de concerten en de repetities nabespreekt. En eigenlijk dames encounters hoor. En we hadden denk ik vroeger nog wel veel meer gezelligheid na de repetities. De repeteerden ook nog meer in het weekend. Dat is ook allemaal 10 jaar geleden. Toen hadden we, velen van ons waren net afgestudeerd. En velen van ons hadden toen nog geen kinderen. En daar is ook wel heel veel verandering in gekomen de afgelopen jaren. Maar we proberen ook de gezelligheid er wel heel erg in te houden. Ik kan helemaal bevestigen wat Niek zegt. Je kunt echt uitzien naar het weerzien van je vrienden. Vaak ook mensen met wie je vroeger heel intensief hebt gemusiceerd. In bijvoorbeeld je studententijd. Of in je kindertijd. En die zie je dan maar een paar keer per jaar. En daarom blijven heel veel mensen ook Musa doen. Omdat ze weten, dan zie ik die mensen weer met wie ik inmiddels 25 jaar muzikale herinneringen heb. Ja, en dat is ook echt, dat zei ik net ook al, dat versterkt ook de kwaliteit van het koor. En ik denk dat dat iets is waar we als Musa heel erg blij en trots op kunnen zijn. Het resultaat mag er echt zijn. Ik zit ontzettend te genieten van deze uitvoering van de Hohe Messe van Johann Sebastian Bach. Met echt heel veel kippenvel.
een redelijk massale bezetting van het koor, hè, voor de hohe messen. Want ja, jullie zijn af en toe met 8 à 10 ja, zangers per stem. Ja. Dat is een keuze van Peter Dijkstra. Of dat is gewoon, want jullie hebben de hohe messen, willen jullie zelf graag doen. Hoe is dat gegaan, Niek? Nou, om heel eerlijk te zijn ben ik bij dat proces niet heel erg betrokken geweest. Maar ik ben wel de koorcommissaris en stel de grootte van het koor samen. Ook al zegt Peter precies wie die wil hebben. Maar het is een grote club, dat is wel waar. En het lijkt wel alsof stukken van Bach tegenwoordig steeds kleinere bezettingen worden uitgevoerd. En ja, ik vind dit ook wel leuk. Dit, ja, ik ook. Ja, ja, nee, ik moet zeggen, ik denk dat het echt dat we misschien binnenkort dat het de wal het schip gaat keren. Want de monumentaliteit en het is een imposant werk. En dat komt toch meer tot zijn recht dan in zo'n hele minimalistische bezetting. Waar het nog maar de vraag van is of dat inderdaad is zoals Bach het gewild zou hebben. Er is heel veel discussie over. Ja, en dat is ook wel voor amateurs, denk ik, best hard werken. Ik heb hem zelf wel eens met zijn 16e gedaan. En het is ook wel eens heel erg fijn als je echt niet bij alle coloraturen voortdurend op je kievenhief moet zijn. Want je weet, nou, er staan er nog 7 en die zijn minstens zo hard aan het werk. Dus dat onderlinge vertrouwen, dat is ook wel iets waar Peter ook wel naar streeft. Dat ook echt die verantwoordelijkheid samen nemen. En ik denk dat in die iets grotere Bach-bezettingen, zeker met amateurzangers, dat kunnen wij best gebruiken. De hohe messen, wat gaan jullie straks doen? Want dit is de laatste uitvoering van een reeks concerten die jullie nu gegeven hebben in dit 10-jarig jubileum. Is er ergens iets, een afterparty? Er is zeker een afterparty. Ja, absoluut. De tweede afterparty al. Maar je bedoelt wat er op de agenda staat voor de toekomst. Nou ja, vanavond inderdaad wordt een feest gevierd. Ja, zeker. Dat begrijp ik. Er wordt een glaasje gedronken, denk ik. Of 2. En is dat duidelijk wat het volgende stuk wordt, wat jullie willen gaan instuderen? Of? Het project hierna, dat zal een kerstproject zijn. En dat is erg leuk. Dat zal onder leiding staan van Daniel Royce. En daar zijn we nog niet mee begonnen. Maar daar, na een kleine rustperiode zullen de eerste repetities daarvan weer beginnen. En dan gaan we daar weer tegenaan. We kijken er naar uit. Regine Rijnke, Niek van der Meulen, heel veel plezier zometeen met de tweede helft van het concert. Pak nog even de pauze mee om nog eventjes de keel te smeren. Dankjewel. Yes.